heerlijk, leuk. Mooi. Gezellig, we maken er een leuk dagje van. Ja, we gaan even een stukje varen, hè? Een stukje varen. Moet ik een koffie eerst? Of, ja, koffie, ja, tuurlijk. Ja. Ja? Ja? Ja, daar komt hij! Yo! Nou, zwemvesten erbij. Juist, zekerheid voor alles. Liberté, zit u al in de monding van de Dwantijk? Zegt het door recht, Liberté, positief. Maar die vertrouwenbosjes waren niet goed dicht voor in. Nou, we gaan lekker. We hebben koffie bij ons, lekker koekie. En we varen zo de Noord uit. Erik zit even voorop. Hopen dat hij niet nat wordt. Nou! Goedemorgen, ik ben bij Westergoot in Dordrecht. We gaan vandaag wat leuks doen. We gaan een bootje wegbrengen. Ik ben nu bij Westergoot. Nou, kijken of ze kan vinden. Morgen, Ries. Morgen. Hoe is het? Ja, goed. Gaan we vandaag een dagje varen? Ja, we gaan een bootje wegbrengen. Ja. Vandaag even een stukje van Dordt naar Delft. Oké, okay, en wat is het voor bootje? Geen idee. Oh, je weet het niet? Nee, ik weet niet wat voor iets is. Nou, we kijken of we waar een wrak ligt. Ja, dat is een leuk bootje. Ja, een leuk bootje. Ja, oud motortje erin. Nou, even kijken. Nou, dat vind ik leuk. Mooi, Jan. Hey, Erik. Ik zag gelijk je op de film. Oh. Hoe is het? Ja, heerlijk, leuk. Mooi. Gezellig, we maken er een leuk dagje van. Ja, we gaan even een stukje varen, hè. Een stukje varen. Moet ik een koffie eerst? Of, ja, koffie, tuurlijk. Ja. Nou, dan gaan we even lekker bakje zitten. Ja. Nou, dan zien we Jan zijn bootje ook gelijk even. Ja. Hè? Mooi, hè? Ja, hartstikke mooi. Ik vind die naam weer mooi. Oh, ja, ja, mooie naam, ja, hè? Lieverd. Doe je ook een merchandise? Ja. Zo, zijn we een keer op echte boot. Ja, vind het mooi, hè? Ja. Dit is mijn woningje. Ja, ik zou zeggen, kom verder, maar... Nou, de koffie loopt al, hoor ik. De koffie die loopt al. Nou, Jan van de Radenpost in Dordt. Hè? Hij is er weer bij. Ja, in mijn tweede woningje. Ja. Ja, want jij woont... Ja, ik woon in Drenthe, in Hoogeveen. Ja. Dat is natuurlijk niet te doen om iedere keer heen en weer te rijden naar Dordt. Ja. Dus een jaar of zes geleden heb ik deze boot gekocht. Om, om op te verblijven als ik aan het werk ben. Ja. Het is, dat vind ik gewoon heerlijk. Ja, ik ben hier altijd aan het klussen. Ja, ik ben hier altijd lekker bezig. Je werkt natuurlijk hier in Dordt op de Radenpost. Op de Radenpost, ja. Ja. Dus we hebben een hele goede kapitein vandaag. Ja. Drie stuks. We zijn alle drie gekwalificeerd. We gaan drie kapiteins gaan richting Delft. Ja. Oh, we gaan naar Delft. Ja, we gingen naar Delft. Hè? Huh? Ja. Mijn bril laten we dan. Leuk, man. Ja. Leuk bootje ook. Nou, hier kun je goed verblijven, hoor. Een slaapkamer. Oh, groot bed. Nog een eenpersoonsbed. Kijk eens, leuk, hoor. Apple was als eerste een bakkie. Nou, koffie. Koffie. Nou, Jan is helemaal voorbereid. Je hebt het net gemist, hè? Je hebt een zwemvest erbij. Zwemvest heb ik bij me. Ja. Ik heb mijn marifoontje bij me, mijn vaarkaart, dat weet wel wat er wel zijn natuurlijk, maar altijd mooi. Oh, maar hoe gaan we eigenlijk varen? Nou, we gaan hier het wantij gaan wij natuurlijk op zo dadelijk, ja. Richting het kruispunt, richting de rivier, richting de Noord, ja. De Noord helemaal uit. Parkkluizen. Nou ja, we moeten natuurlijk eerst... We gaan via Schiedam. Ja, we gaan via Parksluis inderdaad. Nieuwe Maas. Oké. Okay. En wat krijg je dan? De kolenhaven, de Matthijs. Ja. Leuk. Wat is dat, de Delftse Schie? Delftse Schie, ja. De Hoge Brug en dan de nieuwe doorsteekie. Dan zijn we het bijna.
En dan zijn we er al bijna. Ja joh, dat komt wel goed. Klein stukje. En dan, ja. Maar jij moet vanavond werken, hè Jan? Ik heb nachtdienst, ja. Dus we moeten weer op tijd terug zijn. Dus eten, slapen. Nou, dan gaan we goed komen, toch? Oh ja, zeker. En anders springen we er onderweg gewoon af. Zetten we hier Rotterdam af. Ik zag een gitaar staan. Ik zeg, Jan, dat is even een dingetje. Ja. Ik moet het nog uit mijn hoofd doen, zeker. Nou, gaat hij hoor. Hij kent wel, hè? Ja. Nou, daar hou ik me eigenlijk dus een beetje mee bezig. Zo lukt dat. Ja, en dan hier s'avonds laat, dan lopen er wel eens mensen over het stijgen. Ik heb mijn gordijnen dicht, lampjes aan. En dan zit ik wel eens op die elektrische te spelen. En dan zet ik mijn radio erbij aan voor de ondersteunende muziek. Nou, dan... Volgens mij moeten ze me in de buurt hier achter ook nog horen. Dat gaat gewoon keihard. Er staat het volume vol aan open hier. En dan voel ik af en toe de boot wel eens een beetje bewegen. Dus dat betekent dat als mensen hier langslopen, die moeten wel denken, joh. Ja. Je bent niemand tot last hier. Nee, daarom, joh. Nou, Ries. Hey. Ja, het weer begint goed. Het zonnetje komt al op. Ja, precies. Heb je je zonnebril meegenomen? Nee, ja, ik wel. Nee, die ben ik vergeten. Nee, die ben ik vergeten met zonnebril. Ik denk, nou, het regent al de hele week. Ja, joh, wat een weer. Ja, maar we hebben goed weer besteld voor vandaag. Nou, kijken wat voor ding het is. He? Ja. Het schijnt heel mooi jacht te zijn. Ja. Ja, van Monen is het. Richard, heel mooi jacht is het. Van Monen. Oh, het is een Monen. Ja. En, pas op, dit hier is glad. Oh. Nou. Die glijdt zo weg. Ja. Nou. Dit wordt onze onderkomen voor de komende paar uur. Nou Ries, misschien hebben ze ook wel een luiwagen. Oh. Kunnen we gaan boenen? Ja. We hebben alleen geen put. Oh. Ja, het is echt spekglatter. Nou, we gaan erin kruipen. Dat achterraampje maar even dicht laten. Ja, joh, deze ook. Oh, dat is modern, hè? Ja, hyper modern. Ja. Dat is nog, hè? Nostalgie? Ja. Ziet er ook. Ja, het ziet er goed onderaan uit. Beetje anti-roestvet erop. Ja. En een motortje. Het is bijna nieuw. Oh ja. Oh. Huh? Wat gebeurt er? Zou je nou gelijk dan was te doen? Zou je nou gelijk te zeiken, Jan? Nee, joh, begin je nou al te zeiken? Hé hey Jan, begin nou al te zeiken. mooi. Hier binnen is ook helemaal top hoor. Mooie woning ook. Ja. Huh? Hey, lekker een lange vloedje leggen. Ja. Hoppa. Kunnen we een blootje gaan draaien. Ja. Ja, nou, hier kun je lekker zitten. Oh, maar er is wel een wc. Ja, er is een toilet aan boord. Maar... Doet hij het ook? Geen idee. We hebben alleen maar de motor. Nou, en anders hangen we wel overboord, hè? Ja, dat wou ik zeggen. Nou, Ries, jij hebt ervaring met starten. Ja. Heb ik gehoord. Zullen we eerst even kijken of alles nog goed is beneden? Ja. De boekschroef doet het. Ja, als ze hem inbouwen wel. Oh, hier is de windmolen. Oh ja. We hebben alleen geen stroom. Nou, en wat is dat? Oh, dat is een... Een hele oude. Ja, dat is een tweecilindertje. Ja. Een Alwin of zo, hè? Ja, Alwin. Alwin, ja. Alwin. Moet je even dat luik eruit halen, Jan? Deze. Dan kun je bij die pijlstok. Je hebt het vaker gedaan hier als ik... Ja, vorige keer. Ja, Richard heb hem al nagekeken, hè? Ja, de vorige keer. Vorige keer heb ik proefgevaren. Oh, je hebt al een stukje proef gevaren. Ja, puur voor de zekerheid. Op een antijn. Is dat de brandstoftank? Nou, dat is de oude brandstoftank. Oh. Die mogen we niet gebruiken. Er zit volgens mij petroleum in. Oh. Ja. En dan aan de stuurbordskant daar zit dan de brandstoftank. Die zit vol. Ja. Hebben we al gezien. En hier onder de brandstofpomp zit de pijlstok. Maar die zit vol, maar zit er geen watertap op ofzo? Of, nee. Oh. Nou, Jan, check even de oliepeil.
Ja, hè? Dat doen we het voor, hè? Ja, tussen de plus en min is prima, hè? Ja, daarom. En er zit geen water in? Nee. Er zit geen water in. Er zitten geen bobbetjes, het is niet grijs. Nee. Nou, rammelen met die bak. Ja, kerkkoppeling heb ik al nagekeken. En de kraan staat open, die stond al open trouwens, voor de koeling. Nou. Nou, zullen we het eens proberen? Ja, doe jij hem starten? Ja. Rammelen. Ja, als het al... Dan zullen we dat eerst even doen. Ja, voor de open beneden leggen. Fijn dat hij erover zit. Oh, en dit is nog apart, zie ik. Ja. Maar hij staat eerst achteruit. Nee, dit één is gas. Dit is gas. Oh. En dit is schakelen. Ja, dit is koppelen. Oh. En vorige keer startte die alleen in zijn werk. Dus we gaan nu kijken hoe het hier. Oké. Nou. Ik heb al 10 minuten veel op de vermijd. Die kreppel ligt, dat heb ik natuurlijk ook niet. Moet je even afhouden dat hij wat gewoon krijgt. Ik kan het proberen, maar vorige keer gebeurde er niet veel. Daar niet op, hè? Ja? Ja? Ja, daar komt hij! Yo! Hop, doe mij wat! Moet je horen! Zal ik? Nou, de kapitein Richard gaat varen. Ja. Gooien wij hem even los. Ja. Laat je ook? Ja, ik moet wel even. Lijkt of hij eens achteruit staat, joh. Ik ga er vandoor. Ja, hij staat eens achteruit. Ja. Ja, ken je hier eens? Even wachten Jan uit. Wat mij betreft kan niet. Even wachten tot Jan uit gangboord is. Zal ik die even aan Ries geven? Ja, alsjeblieft. Kijk jongens, het anker. Kan niet? Ja, gaat al. Moet u nog even terug opkomen halen of? Nee. Dat is goed zo joh. Zo. Nou, we hebben wel schitterend weer Jan. We hebben er schitterend weer. Nou. Ja, daar had niet ik... Niet helemaal, moet je kijken joh. Heerlijk. Een mooie zonsondergang. Ik zet zo even de tuinstoeltjes aan dek. Kijk, het ankertje ligt vast klaar. Oh. Die hebben we in ieder geval maar vast op het bolletje neergelegd. Ja. Mocht die nodig zijn, we hopen het niet natuurlijk. Nee. Nou, we zijn wel voorbereid Jan. Ja, veiligheid vooral hè. Kijk, daar gaan we hoor. Oh, het loopt nog goed, oké. Zal die delen. It's all in our hands, this life of time. Let's give unto us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all, and with every change. Hier al te slippen op de grond.
Ja. Het bleek allemaal spijkers uit. Dus als een grote golf hebt, dan blijven we wel staan. Nou, hoppa. Jan heb de kaart erbij. De kaart erbij, die kunnen we misschien even zien hoe hard we lopen. Even kijken of het komt nog niet tevoorschijn. Nee, ja, hier, 5 kilometer. Nee, 6. Zo. Gaan we maken progressie. Ik de vlieg op ons. En marifoon erbij. Marifoon erbij. Nou, dat weten jullie allemaal wel natuurlijk, welke marifoon kanaal het is. Nee, jammer, weet je wat niet. Oh, 79? 79. Ja. Alleen nog niet op Vanta, hè? Vanta is nee, nog niet. Nee. Oh, hoppa. Eerst kanaal 10 natuurlijk. Ja. Nou, Jan, hier zal wat afwassen. Ja, handen. Erbij. Juist, zekerheid voor alles. Ja. Nou, de eerste brug. Jan gaat even achterop staan, kijken of we er onderdoor kunnen. Sector Dordrecht, Liberté over. Sector Dordrecht. Sector Liberté, we komen het Wantij uit en we gaan oversteken voor de Noordover. Liberté, zit u al in de monding van het Wantij? Sector Dordrecht, Liberté positief. Ja, dat is begrepen hoor. De opvaart is eventjes vrij en de afvaart die is gekomen boven het Papendrechtsveer, die gaat richting Dordtsoort. Sector Dordrecht, Liberté, ja, dat is begrepen hoor. Dan gaan we daarvoor oversteken. Goeie dienst, Cor. Hey Jan, ja, hey, goeie zijde. Geen opvaart. Ja, nee, je mag er ook achterlangs hoor. Ja, gelijk betering. Ja, daarom. Vink ook. Zeker ja. Gaan we even achterlangs, want het is veiliger hè? Ja. Juist, ja. Altijd even kruispunt even doorvaren en dan erachter oversteken hè? Juist. Dus die binnenvaart die gaat altijd harder dan je denkt hè? Absoluut, ja. En altijd de kruisingen open varen, dat is ook een hele belangrijke. Ja. Nooit zomaar de hoek afsteken. Nou, we varen nu de rietbaan in. Hier liggen nog wat casco's. Heel groot casco trouwens.
En we varen nu de Rietbaan in en best wel mooie natuur. En dan komen we straks weer op de Noord terecht. Hier ligt de Noordzee. We hebben de klasse laten verlopen, dus ik denk dat die aan het buitenland verkocht is. Voor een prikkie. En daarachter ligt de Milano. Ze hebben allemaal houten platen achter de ramen gedaan. Ze zijn hem nu aan het zee klaarmaken. En waarschijnlijk zal die wel over zee ergens naartoe gebracht worden. Koffie. Mag ik koffie? We hebben dat soort koffie en we hebben ook koffie, andere koffiezakjes, wat je wil. Koffie. Nou, we gaan lekker. We hebben koffie bij ons, lekker koekie. En we varen zo de Noord uit. En dan gaan we bakboord uit richting Rotterdam. Hier aan bakboord heb je Ridderkerk. En dan gaan we de nieuwe Maas af. Hier staat een mooi huis. Of daar mensen wonen, weet ik niet. Er staat wel een auto voor de deur. Hier stuur wordt uit, ga je de Lek op richting Utrecht. En wij gaan die kant op. Nou, Ries gaat even koelwater controleren. En we gaan zo de Brienenoord onderdoor. Schiet er lekker op.
Nou ja, het voordeel is bij de Brienen Noord hoeven we de massa niet te laten zakken, want die is 23 meter. En hier rechts heb je het zalmhuis. Kan je lekker hapje eten. Ja, daar hebben we nu geen tijd voor. We gaan richting de parksluizen. Nou, hier is de Brienen Noord. De Brienen Noordbrug die wordt met de tijd gerenoveerd. Dan gaan ze er eentje weghalen. En dan wordt er eentje teruggezet. En dan houden ze op het laatst van brug over en die meen ik dat hij naar Gorinchem gaat. Zo zitten, benen wijd.